Wat is er toch in Gastel telkens aan de hand? In ons mooie vastelavond Zotteland. De optochten afgeblazen vorig jaar. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Brabants Buske. Wij zijn al helemaal lekker in de carnavalsstemming, hè Jos? Ja, maar dat zingen van mij, dat is helemaal niks, hè? Nou, wat we hier aan het doen zijn, dat zie je vandaag. We zijn hier bij Thijs, want Thijs is de vinder van de kei, die vorige week is verstopt door Hannelore en Eva. Het is echt, vind ik, een kei mooi gebied waar we in gaan verstoppen. Spelenderwijs zult gij hem vinden. Jij hebt de steen gevonden, hè? Ja. Waar is die? Oh, jij moet wel bewijs hebben, hè? Ja, dat moet wel. Nou, en waar heb je hem gevonden? Onder een glijbaan. Was het moeilijk zoeken? Ja, eigenlijk wel. Er waren nog maar 20 aanwijzingen. Hij zei van, ik weet waar het is. We gaan gelijk. En toen zijn we in het donker aan het zoeken geweest met onze telefoons. En toen hadden we bijna de moed opgegeven. En toen... Gevonden. Ja. Alsjeblieft. Nou ja, nou ben je natuurlijk de gelukkige winnaar van een pakketje met allerlei buske dingen. Hé, hey, er zitten geen stickers in. Jos. Jos, oh. Waar zijn die stickers? Ben ik de sticker vergeten erin te doen? Hup. Ik ga even gauw een sticker aan. Nou, nog wat stickers erbij. Ik heb nog een sticker. Dankjewel. Nou, gefeliciteerd. Ik geniet van je prijs, hè? Ja, dankjewel. Zo, waar zijn we nu dan? We zijn nu in Etten-Leur bij de moeierboom. En daar zijn we al eerder geweest. En toen was deze boom in de race... Je kan het nou niet zien. Toen was deze boom in de race voor Nederlandse mooiste boom. Ja? De mooiste boom van Brabant doet mee aan de mooiste boom van Nederland. Waarom is dit dan zo'n schone boom? Ik zal je vertellen, in 1774, dat is bekend, toen werden hier op de markt twee rijen bomen geplant. Dat waren dus jonge bomen. En toen stond deze boom er al. En toen hebben de deskundigen berekend dat deze boom 100 jaar ouder geweest moest zijn dan die bomen die ze daar in 1774 geplant hebben. Maar nu is hij voor Europese boom in de race. Oké. En ze hebben stemmen nodig. Oké. Dag heren. Goedemorgen. Ik zoek Pierre. Dat ben ik. Ja. Ja. Je hebt ons berichtje gestuurd. Ik heb jullie een berichtje gestuurd. Want ik heb jullie en ik heb Brabant even heel hard nodig. Vertel waarom. Voor de moeierboom. Deze boom heeft echt een maatschappelijke functie. He, er gebeurt hier van alles. Hij staat al sinds 1774 in het centrum van Etten-Leur. Ja, en iedereen kent hem. En we zijn nu in de race voor European Tree of the Year. Dus de Europese boom van het jaar. En we hebben stemmen nodig. Heel veel stemmen. Ja, wat voor bomen zijn die andere bomen? Het zijn ook mooie bomen. Tuurlijk, het zijn allemaal mooie bomen. Want anders waren ze niet zo ver gekomen. Alleen, ja, wat je bijvoorbeeld ziet bij Spanje en Italië... Erg mooi, maar ergens ver in de bossen, hoog in de bergen. Niemand kan die bomen vinden. We hebben hier een boom staan in Hartje Centrum. Diep geworteld in de Etten-Leurse, in de Brabantse grond. Niemand kan eromheen. Iedereen kent die boom. Iedereen ziet hem staan. Het is een plek van ontmoeting. Dus ik denk van ja, wij hebben denk ik het beste verhaal. Een boom die midden in de samenleving staat. Ja. Het is een tekening van Vincent van Gogh. De familie heeft hier 7 jaar gewoond in Etten. En Vincent kwam hier ook regelmatig over de vloer. Is hier ook zijn artistieke carrière begonnen. En dat wil zeggen, het feit dat de familie hier 7 jaar woonde, dat Vincent deze boom gezien heeft. En de boom heeft Vincent hier ook rond zien slenteren. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de boom die hij hier in zijn jeugdjaren heeft zien staan, hem geïnspireerd heeft voor het maken van deze schitterende tekening. En daar zijn we trots op. Stem op de moeierboom.
deboomvanhetjaar.nl. Stemmen onder de U wilt een stickertje? Graag. Kijk eens, alstublieft. Ja. Wat gaat u met al het brood doen? Opeten, met mijn vrouw samen. Heeft u s'morgens, middags, avonds boterhammen? Ja, maar het is bruin en wit, hè. Dus niet helemaal dezelfde. Lekker. Nou, veel plezier met de stickers. Ja, dankjewel hoor. En jullie met het programma, hè. Ja, dankjewel. Houdoe, hè. Ja, dank, hè. Houdoe. Carnaval, in het vastenavond zonder land, daar is geen bal. We horen het overal, wat er op gebeurt. Niels, ben je al klaar voor carnaval? Ik ben er al bijna helemaal klaar voor. Ja? Ja. Nou, dat komt goed uit. Zeker, kijk eens. Dit is echt carnaval hier. Dit is een ontvangst in het vastenavond zonder land, hè, Brabants Buske. Ja, waar zijn we? Het vastenavond zonder land, in Oud-Gastel. En jullie zijn al helemaal klaar voor carnaval? Wij zijn helemaal klaar. Wij zijn van het gevolg van de Prins en van de Nar. En wij hopen op deze manier toch de carnaval hier in ons dorp levend te houden. Ja. Dus we zijn nu bij wat mensen op bezoek. Die hebben een coupletje gemaakt. Ja. En die gaan we opnemen. Deze dames hebben een heel erg leuk coupletje gemaakt op ons carnavalsnummer. En dat gaan we opnemen. Nou, ik ben best wel een beetje zenuwachtig, moet ik zeggen. Ja, dat geloof ik wel. Je staat een beetje in de kijker zo, ja, hè? Ja, eigenlijk wel, hè. Ik kom gewoon zomaar op televisie. Oh ja, daar ook nog. Maar ook hier voor de... Ja, ook zenuwachtig, hè. Nou, smeert die keeltjes maar goed, hè. Is goed. Want ik moet me naar je voorbereiden. Proost, hè. Wat is er toch in Gastel telkens aan de hand? In ons mooie vastenavond zo te lang. De rot toch bijna afgeblazen vorig jaar. En uiteindelijk gaan we deze plakken achter alle andere coupletten die we hebben. De jaar bij de Nazi-bak waren het geen gebouw. Dus gingen we allemaal thuis aan de show. Jawel, ik kom er wij al bij mekaar. Maken dan een nieuw idee voor volgend jaar. We vieren hoe dan ook en altijd carnaval. We zijn er voor heel het jaar. We gaan viraal, zijn we toch bij mekaar. Hey! Waar zijn we nu? We zijn nog steeds in het Vastenavond Zotterland, maar we zijn bij onze bouwploeg. En die hebben een hele grote plaat gemaakt. Daar komt onze nol op te staan. Onze mascotte van de carnaval. Helaas kunnen we geen echte nol bouwen, maar we hebben wel een heel leuk alternatief. En er zijn 21 andere platen nog. Die wijkverenigingen, bandjes, loopgroepen. Hebben ze op hun eigen manier een hele leuke creatie gemaakt. Ik zou zeggen, kom maar eens mee. Leid ons maar eens. Hey mannen! Hallo! Kunnen jullie eens vertellen wat wij nou hebben gedaan? Kijk, we zijn hier in het Vastenavond Zotterland in onze bouwloods. En hier hebben we onze nul of frame. Dit jaar is hij helemaal in de frame gebleven staan. Helaas, helaas. Maar we hebben natuurlijk ook een ander alternatief. We hebben gezegd van joh, normaal gesproken zetten we de nul op de markt. Ja, dat gaat dit jaar niet. We hebben nou van die houten platen hebben we weer door ons Zotterland heen verspreid. En iedereen kon een houten plaat, kon die naar eigen smaak invullen. We hebben hier nog eentje staan van de Marktwinkel. Aan de andere kant staat er nog eentje van Stichting De Koog van de kinderopvang. En zo halen we nog 18 platen op. Het leeft wel echt hier, hè? Het is wel de bedoeling. We proberen er toch nog iets van te maken. Iets anders dat anders, maar toch wel mooi. En dat dankzij, ik zeg al, dankzij de initiatieven van alle creatieve zotten en zottinnen die we hebben. Al dat wit, maar volgens mij, Alice, ons busje is rood-wit geblokt, hè? Ja. Kijk. Hele goeie, hè? Ik had het zelf misschien iets beter gedaan, maar... Jos? Ja? Wat hebben de mensen op social media voor ons? Nou, uit Graven kregen we super toffe foto's en een filmpje. Maar ja, de kroegen zijn leeg.
En met carnaval staat niks aan. Dus daar staat de kroeg helemaal vol met etalagepoppen. Helemaal carnavalesk aangekleed. En er wordt nog eens doorheen gedanst ook nog. En Alice, ja? Je kende al de berenjacht. Die hadden we al, hè? Dat je zo langs de ramen moest gaan op zoek naar beren. Ja, ja, inderdaad. Nou, met de carnaval in aankomst. Wat dacht je van de kruikenjacht? Oeh, komt er een beetje schrobbelaar bij kijken ook? Ja, heel veel zelfs. Daar heeft een kroeg in Geels iets leuks mee bedacht. Die hebben ja, de hele etalage, de hele voorkant van de kroeg volgezet met kruiken. Ik heb nog één heel belangrijk dingetje. Want, Jos, ik moet jou even onderbreken. Wat, heb jij nog iets uit... Ik heb nog iets voor jou. Oh? Ja, want ik heb begrepen dat jij bijna jarig bent. Ja? De grote 4. Oh. 0. Ja, ik word 40. Jij wordt 40. Ik word oud. En jouw vrienden, die willen jou verrassen. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik echt heel leuk dit. Ja. Zal ik nu de Jos? Ja! Gefeliciteerd, Jos. Dankjewel, Niels. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Even die stok eruit. Nou, we zijn hier bij BC Deen. Die zijn al een carnavalswagen aan het bouwen voor 2022. Lekker op tijd. Ja, die zijn er vroeg bij. Ja, zo. Ah, want jij hebt ons een bericht gestuurd, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ik dacht, het was misschien wel leuk om een keer te kijken bij ons in de loods. Ja, volop aan het bouwen al heel het jaar voor de carnaval. Ja, het is na omstandigheden natuurlijk al behelpen, maar ja, wij dachten het zou wel leuk zijn om een keer kijk komen nemen bij ons in de jullie slaan dit jaar eigenlijk over. Ja, dat klopt. Dit jaar is het geen optocht helaas, maar bouwen toch, bouwen toch door voor het volgend jaar alvast. Meester plakken hoor ik al. Ja, ik plak tot nu toe het meeste neer, want ja, we staan nou niet met zoveel man en... Ik ben een beetje meesterplakker geworden. Jos, we hebben allemaal weer meegenomen. We hebben iets nieuws dit jaar voor de carnaval. Een uniek klein visje-initiaaltje. Kunnen we toch nog iets uitdelen? Must have. Voor als we op pad zijn. Alsjeblieft. Dank u wel. Jos, die heeft hier wel eten gescoord. Ik krijg er honger van zo'n dag, dus ik vind het mooi geweest vandaag. Smakelijk, hè? Mm. Nou, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Houdoe! Houdoe.